zetten soms echt verkeerde dingen online. Tijd om te rennen. Ah, jezus, het is echt heet. Waarom hou ik dit op vast? Zo, wat zie je dan? Hoi. Yo, swaggy, swag. Nou, we zijn in Glasgow, jongens. Nou, ik ben er dus, jongens. Made it to Glasgow. Oh. Ik dacht dat ik dat het raam was. Daar. Alleen dit kan ik dus niet pakken. Hier zit nog glas voor. Maar ja, dit is dus... Blijkbaar is dit het station. Glasgow Central. En ja... Ik kan niet veel over zeggen, het is nu ondertussen 3 uur. Dus ik was om 7 uur wakker door de deurbel, want de doopcontrole was er. Nu is het 3 uur en ik ben op mijn kamer. Ik heb wel gegeten even. En nu is het wachten op Jamil. Nee, niet daarop wachten, maar die komt dus vanavond pas. En verder ga ik chillen vandaag. Morgen nog even trainen, maar echt heel lichtjes. En dan moet ik vrijdag al. Ik had weer een lekkere blonde actie. Ik was vet goed voorbereid. Ik had een wereldstekker mee. Ik heb zelfs een extra verlengdopbox, snoer, weet ik veel, stekkerdoos iets mee. Dus ik dacht, dus kan ik alles opladen. Ik doe hem hierin. Nou, hij deed het niet, hè. Dus ik had een nieuwe oplader gekocht, dus daar kon het niet aan liggen. En zo'n verstekkertje USB ding waar dat dan weer in kan. En het lukte niet. Ik dacht, wat de fuck, wat slaat het me op? Staat hier op phone charger only. Ik dacht, nou, oké, misschien is dat het. Ik doe hem daar ergens anders in. Deed het ook niet. Ik denk, nou, dan is mijn wereldstekker stuk of zo. Maar die heb ik echt in Birmingham nog gebruikt. Ik denk, dat kan bijna niet. Dus nu wil ik naar de wc gaan. Doet het licht het niet. Dus ik denk, oh, er moet zeker nog een kaartje in dan of zo. Wat raar. Ja hoor, moest hier nog een kaartje in. En nu kan ik alles opladen. Beetje blond. Ze denkt, you're fucking with me fam. Met je maat. Oh shit. You're fucking with me fam. Dat is wel goeie. Jongens, Jamil is er! Yay! Nu is het echt gezellig hier! Yay! Even de dance. Wat voor dance kan je nog meer doen? Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk. Nou, we gaan zo lekker trainen en dan gaan wij eten weer. Want dat is wat we alleen nog maar doen. Eat, sleep, repeat. Juist de wijze woorden van Jamil Samuel. Ik was hier ook, ik dacht echt, what the fuck. Wat is dit? Dit is een mat. Ik ben niet meer alleen. Ja. Everybody was kung fu fighting. Huh. Are you filming, bastard? Ja. Jij bent nu Laura geworden, ik voel niet alles met jou. Echt? Ja, leuk, echt. Oké, okay, hi, Laura. Een keer wilde ik heel graag waffles op een kermis. En toen heb ik het genomen met chocoladesaus en alles. Toen werd ik misselijk aan onze tempo's. En nou wil je zo... Ja, je neemt ook echt voor tempo's. Ja, want ik dacht, ik kan alles eten voor tempo's. Is het echt een kutte met mijn schoenen, krijg ik mee aan. Ja, goed, dikke sok, hè? Of dikke voeten. Mijn pijn. Ja. Soms ben je gewoon even een dikketje. Ja. Hey guys, ik ben nu in... Glasgow. Ja, ik weet niet waarom ik zo doe, want je ziet echt geen ene flikker. Dit is mijn uitzicht. Het is echt super mooi. We zijn net aangekomen in het hotel. Ik zeg we, want ik ben met mijn moeder. Oh, hoi mam. Hi. Het is nu uurtje of 4:30. Volgens mij ging die zo om 2:30 of zo trainen. Dus we gaan even kijken of we zo meteen naar de toe kunnen. En een beetje de stad verkennen.
Want tot nu toe ziet het er wel leuk uit. Hey, jij daar? Hoi. Hoe is het? Goed? Lekker getraind? Ja. Ging wel goed eigenlijk. Moest je doen, ik ben echt mol. Nee, we gaan. Hij heeft echt een mooie hoed op zijn kop. Ja, het is echt mooi. Het gebouw is wel echt oprecht heel mooi. Maar dit verpest het wel een beetje. Nou, wij zitten lekker. We hadden net Sanne dus gezien. En we zouden koffie drinken. Maar toen was het toch wel een beetje moe. Ze zei, jezus, ik moet zoveel doen. Dit doen, ik moet dat doen, ik moet dit doen. Ik zei, oké, jij gaat nu terug naar het hotel. En je gaat op je bed liggen. En je gaat uitrusten, want je moet morgen rennen. Had ze er zin in, denk je? Ik denk het wel. Ja. Ja, wij gaan weer eten en dan lekker naar huis. Slapen en dan is morgen de dag dat ze moet rennen. Ze wordt weer lekker een stressdagje zoals altijd. Dit is Jamil, de tweede lievelingsnummertje. Toch? Zeg ik het goed? The first thing we'd better do is split up and search the school for clues. Ik kreeg even roomservice van Sven. Ah! Maar doet hij dat? Het is echt heet. Dat doet hij natuurlijk niet altijd, maar vandaag is een special day, denk ik. Want het is vandaag tijd om te rennen. Ah, jezus, het is echt heet. Waarom hou ik dit ook vast? Ik ben nu mijn mand opmaken en dat is ingepakt. En nu ben ik hiermee bezig. Goedemorgen! Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En dat betekent dat Lisanne vanmiddag, de Ceres heeft 400. Ik heb niet zo heel goed geslapen, ik was om 6 uur al wakker. Ik weet niet of het door de zenuwen komt voor haar. Ik wel. Ik denk het ook. Maar ik werd echt de hele tijd wakker en ik dacht op een gegeven moment, nou, ik ga wel gewoon naar bed, want dit heeft geen zin meer. We gaan nu ontbijttentje opzoeken en dan naar de baan. En dan gaan we eerst de andere 400 mannen aanmoedigen. En vanmiddag moet Lisanne, dus het wordt weer een spannende dag. Het is dan een extra linie. Nom, 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 nom. Lekker hoor, het smaakt leuk. Zo, Lisanne wil even weten hoe ze daar aan moet doen. Kijk, ze zegt, is dit leuk? Kleine vlechtje er weer in. Dus ik zeg ja, maar je moet wel je vlechtje erbij. Kijk, zo gaat het dus bij ons. We gaan altijd overleggen wat we met het haar moeten. Top. Hoi, ik ben ready. All dressed. Nu ga ik naar de baan. Series lopen. Ik zit in series 7, baan 5. En ik moet gewoon knijterhard. Ik moet winnen eigenlijk. Dus ik ga het proberen. Ik ben zenuwachtig. Maar ik heb er ook wel zin in. See you later. Come on, Lee! Come on, Lee! Come on, Lee! Go! Come on! Het is 11 uur. Nog 2 uur tot ze loopt. En ik kan het niet meer aan van de zenuwen. Daar? Is dus de warming een baan blijkbaar. En hier is de baan. Lekker dichtbij. The name of the prize from the Netherlands, the European bronze medalist outdoors last year, Lisanne de Wit. Oké, dus ze won de serie. Bye. Best wel easy peasy. Of ja, zo zag het eruit. Waarschijnlijk voelde het niet zo. Maar goed, ze is nu door naar de halve finale. En die is om 8:30. Dus ze moet in 7 uurtjes alweer de volgende keer rennen. Dus wij gaan nu even ergens wat eten.
zover dat gaat. Want ik moet zeggen dat ik niet echt eetlust heb of zo. Maar goed, dus we gaan zo nu even de stad in en dan weer terug naar het stadion. En dan, dan gaat eigenlijk het echte werk pas beginnen. Hopelijk gaat het goed. Hoi allemaal. Ik doe altijd dit. Ik ben door naar de halve finale. Dat is chill. Ik had de serie gewonnen. In mijn season's best. Ik opende hard. Het was allemaal goed. Dus nu moet ik dat zometeen nog een keer doen. Dus dat gaat wel goed komen, denk ik. Ik heb gegeten. Gechilled. Nog een keer gegeten. Gechilled. Tas ingepakt. En nu ben ik eigenlijk ready to go. Oh ja, ik ben nog naar fysio geweest. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik weet dat ik hard kan. Dus ja, ik zie jullie later. Of ik denk dat ik jullie zie via Laura. Dus dag. Dit maar eens even naar binnen werken. Toch, mam? Ja. Kan je het nog aan? Ja, ik kan het nog aan. Weet je het zeker? Ik het waarschijnlijk ja. Niet. Hm? Waarschijnlijk niet, nee. Hey jongens. Een guy van The European Athletics die wil me filmen vandaag. En een beetje interviewen en kijken hoe ik deze dag beleef. So here he is. There's the camera. I'm gonna do it in English. So that's gonna be a challenge. But yeah, dus eigenlijk gewoon een beetje vanavond volgen. Als we nog niet zenuwachtig genoeg ben. Maar goed, dat is wel leuk. En hopelijk als hij dan de finale haalt, gaat hij me morgen ook volgen. Dat is leuk. So fingers crossed. Set. Off they go. Good start by Miller, the Russian athlete out there in lane 5, eating up the ground a bit. The Dutch athlete Ailey Doyle running well has opened the gap on Horvat, the Slovenian inside her. So Miller, the authorized neutral athlete, and Ailey Doyle has just got some ground to make up here. With just one more lap to go, the crowd will cheer her on. Paulina Miller leads at the moment. Deborah Sanan of France. Running strongly, and Olingo of Belgium. It's Olingo in second. Zanat of France. And De Witt has come back into things, and Ailey Doyle has some work to do here, and she's going to qualify, and she's not. And De Witt has come back really strongly. Hey, jij. Hey. Wilpers. Ja. Gaat ie? Ja. Oké jongens, ze heeft de finale gered, gehaald, whatever. Het was spannend, ze werd op een 100ste, werd ze tweede, maar de derde zat er naar mijn idee ook best wel in de buurt. Maar maakt het allemaal niet uit, ze is naar de finale. Ik heb haar net heel even snel gezien, wat jullie net dus hebben kunnen zien, maar dat is echt alles. Ze gaat nu snel terug naar het hotel. Te eten, behandelen, dan gaat ze slapen, denk ik. Misschien gaan we het nog zien. Jezus, mijn hart. Ik kan niet meer aan hoor. Hey man. Hey man. Hey man. Hey man. Gaat De Witte naartoe? Met de rugzak? Smurfette, Smurfin. Ik ga naar de fysiokamer. Nou, gezellig. Ik moet even alles flushen. Flush. Oh, dit is niemand. Oh, sad. Welkom, Team NL. Eén taak, één missie, gaan. Dus nee, dat. Nee, dus niet. Zullen we even babbelen, Lisa? Laten we even babbelen. Ik doe net of ik ook op de massage tafel lig. Net zo. Je hoofd lijkt zo veel groter dan het echt is. Ja, dat is beter. Hoe ging het? Nou, dat is wat leuk. Ik vond het niet echt heel fantastisch. Maar het was ook niet slecht, want ik liep PR. Maar oh, wist je dat ik dat niet in je door had eigenlijk? Ik ook niet, maar het boeide me eigenlijk ook niet. Nee, ik dacht alleen maar dat ze moet tweede worden. Ja, ik dacht alleen maar, ja, ik moet die finale halen. Die tijd had ik helemaal niet gezien. Nee, ja, maar mijn eerste 100 meter was echt heel slecht. Tenminste, heel slecht is overdreven, maar niet zo goed als vanmorgen. Nee, vanochtend was het beter. Ja, en dat was jammer. Maar ik denk dat dat een beetje vermoeidheid was of zo. En iets minder scherp omdat je al de hele dag erop hebt zitten of zo. Ik weet het niet. Misschien is dat een smoesje. Ik weet het niet. Maar ik ben wel door. Daar gaat het om. Ik wil net zeggen. Hoi, live vanaf Laura de camera. Niet dat jullie dat zien, maar
ik zeg gewoon even. Oh ja. Ik ben aan het ontbijt. Nou ja, ik ben aan dit. Aan het koffieën. Sven is aan het koffieën. Wij hebben al gegeten in ons heerlijke hotel, hè Sven? Oh, heerlijk. Lekkere bagel. Maar deze zijn we wel lekker aan het eten hoor. Tuurlijk. Orange. Ja. Ziet er wel goed uit. Doei Lisanne. Doei. Tot vanavond. Doei. Doei Lisanne. Tot vanavond. Ja, ik ga weer even chillen. Doe maar. Wij gaan ook chillen. En niet te veel kijken. Hoi. Nou, we gaan van het ontbijt naar lunch. Zo, man. Ja, ik denk dat ik het op kan. Nou, dat denk ik ook niet, nee. ORS heb ik hierin gedaan. Ik ga deze bagel met vruchtenagel eten. Ik weet nog niet of ik mijn haar in een vlecht laat of dat ik dat een beetje dutterig vind of zo. Vooral met die scrunchie erbij. Ik denk dat het er straks uit is. Ja, dat neem ik zo en dan ga ik naar de baan. Oh, ik moet nu eten, dus doei hè. Hoi. Hoi, hoi. Je zit in het stadion toch? Ja. Kijken. Ik ga Daphne Schippers lopen. Daphne Schippers jongens. Ja, Niels net geweest. Aan het wachten. En nu gaan we Daphne doen. Het is nog een dan was nog na, dus helemaal wat natuurlijk voor de regering. Last time, Sveti Estich of Poland is in lane two, current European outdoor champion. And off they go. Sprunger on the outside has to do it all her own way. Good start by Bolingo Mokongo of Belgium and inside her. Sprunger, though, running well. Also running well is the Lithuanian Shechkina. Round the bend they come, and Sprunger has the lead. And it's Shechkina of Lithuania is in second place, but now being challenged by Bolingo Mongo and trying to get right into second place and barging her way through past the Lithuanian. Lukudo of Italy coming strongly too, but Sprunger leads, the tall Swiss, down the back straight and into the final bend, and she has a commanding lead at the moment. Bolingo Mongo, Belgium in second place. And the battle for the minor placings, it's Bolingo Mbongo comes back at Sprunger. Sprunger is going to be beaten on the line, is she no? What a club! Even je haar fixen voor de medailleuitreiking, hè? Wat moet ik aan het podium? Ik weet niet wat het is. Je jasje en een broek. Heb je een tie, denk je? Oh, ja. Je heb je een jasje? Heb je wel een jasje, toch? Heb je die hier? Ik heb een winterjas. Die zit wel heel lekker. Ja, ja, ga ons even berekenen wat je... Ja, wat was mijn split? Ja. Bronze medalist representing the Netherlands, Lisanne de Vita. Oh, mijn beuk. Jamil is aan het shinen. We zijn toch aan Lisanne. Huh? We zijn op Lisanne aan het wachten. Doe maar. Yeah. Dat is echt een fan. Hello, Rumi. I'm so happy for you. Ja, nee, maar nee, man. En, u ziet mijn duim mooi. Waar is die, waar is die, waar is die? Is die onderweg? En we hebben wel al je eten opgegeven, wat vind je? Oh, can I feel it? Can I touch it? Wauw. Hoezo ben jij helemaal omgekleed eigenlijk? Zij gaat uit. En wat is dit? Jij moet ook omkleden, je stinkt. Oké, oké. Okay, okay. Maar hij is leuk, hij hè? Is echt mooi, hij is leuk, ja. Mag ik ook even kijken? Vertel, hoe voelt het? Vertel van begin tot eind. Vertel, kom op. De zenuwen heb ik al. Het viel mee. Oh, toen ik hier was, viel het nog mee, toch? Ja, vond ik wel. Het was best oké. Okay. Ja. Want vorig jaar in Berlijn was ik echt
dood. Ja, ja, maar nu viel het mee. En het warme viel het ook nog wel mee, maar een beetje na, het einde na. En toen dacht ik wel, oh, ik kan wel kotsen nu. Ik niet zo lekker. Ook echt kotsen, hè? Ik voelde echt niet goed, hè? Hey, yeah. En ik kon ook wel huilen en zo, oh, maar ik dacht, ja, okay, Sammy, get it together. Maar, dus dat ging oké, okay. Alleen, weet je, ik heb gewoon gisteren goud verloren, dat is gewoon duidelijk. En vandaag heb ik alleen, kon ik alleen mijn brons halen, eigenlijk. Dat denk Hoezo? Ik. Nou, ik had gisteren gewoon die fucking halve finale moeten winnen, dus dat ik in een goede baan. In baan 1, ik kon echt niks vanuit baan 1. Ja, want toen kijk, je die twee handen zag, jou met z'n die zo. Boom, boom gewoon. Ja, ja, ik echt deel gewoon. Baan 1 is voor mij, daar moest ik starten. Je hebt gewoon een personal best. Vanuit mijn fucking baan. What the fuck? Hoeveel harder ik kon. Ja, ik had echt veel harder kunnen. Ja, maar je maakt niet uit. Nee, het maakt ook niet uit. Vond ik die hele leven weer van, maar je hebt wel een medaille. Voor het eerst. Medaille? Daarom. Ik doe het je niet na. Nee, dus ik wel. Even voor duidelijkheid. Ik ben één. Ik moet gewoon. Zo, het enige wat ik dacht, ik moet voor Sweetie. Ik denk, dan gaat het goed. Als ik voor Sweetie zit, dan zit ik nog soort van in de race. Als in, dan heb ik in ieder geval nog mensen achter mij. Weet je wel, dat dacht ik alleen maar. Ja. Ik denk, dan heb ik in ieder geval een snelle opening gedaan. Bla bla bla. Nou ja, toen zat ze nog naast me. Toen dacht ik, ja, je moet toch echt weg. Dus toen deed ik echt zo. Ik deed echt gewoon zo. Ja, ik zag het. Ja, echt zo. Ik zag het. Maar ik denk, ik moet ervoor. Als ik niet ervoor was gegaan, ja, maar je moet dan zo had ik rennen. Niet, dan had ik geen medaille gewonnen. Ja. Je hebt geen keuze. En je hebt ook geluk dat ze naar buiten gingen. Ja, maar dat was gewoon dom van haar. Dom, hè? Ja, dat was eigenlijk. Wie ging naar buiten? Zij ging op het laatste. Wie? Ze gingen allemaal naar buiten, joh. Die Agnes. Oh! Zodat jij nog aan de binnenkant komt. Ja, want zij ging naar buiten, want waarschijnlijk dacht zij... Iedereen denkt dat ik ga naar buiten, want dan kunnen ze niet om me heen. Ja. Dus om me heen, maar ik zat daar en toen dacht ik, ik zag dat ze aan het doen was in de bocht. En toen dacht ik, oké, als iedereen gaat naar buiten, ik ga naar binnen. Want ik dacht, dat was mijn enige kans, ik kon echt niet eromheen. Nee. Want als ik omheen was, dan had ik geen tijd om omheen te gaan. Was niet, ja, want, dat had niet gekund. Want in de bocht was ik, zeg shit. Ja, ze zit vast. Maar toen ging iedereen zo naar buiten. Ja, iedereen ging naar buiten en ik dacht, oké, dan ga ik zo. Toen de vorige. Dus ik had wel geluk dat zij naar buiten ging. Ik had geluk dat ik Sweetie aan de kant kon zetten. Ja, maar je had misschien een beetje geluk, maar vanuit baan 1. Ja, dat is geen geluk wat je hebt gedaan, hoor. Nee, klopt. Dat is ook wel hard work, pace. Dat is echt moeilijk. Ik heb, ik heb gewoon letterlijk gevochten eigenlijk. Ja, maar van Sweetie, bam! Ja, maar je hebt gewoon gebruik gemaakt van de kracht die je hebt. Ja. Dat is goed. En nu feestje! Ik heb zo'n moment. Oprotten met camera. Ik kan niet eens praten. Hallo. Ik heb ook een beetje last van mijn keel. Ik kan het schreeuwen gisteren. Nee joh. Tuurlijk niet. Zo, lekker onderkindertje alweer lauw. Nou, goedemorgen. Lisanne, hoe voel jij je? Wat heb jij een mooi uitzicht. Op zich. Zo. Ja, dat had ik dus ook elke keer. En Jan moet dat ook nog een keer. Wow. Jezus. Hoe is het? Ja, lekker. Oh, shortbread. Oh, lekker ontbijtje. Oh, dit is lekker, hè? Dit is mijn ontbijt. We gaan even pannen kweken. Dat wil ook mee. Ik wou even appen. Het ziet er heel vies uit, maar volgens mij is het heel lekker. Misschien is het niet zo. Oh ja. Het is gewoon niet zo lekker spelbaar. Ja, maar het is gewoon... Het is makkelijk, Jamil. Het is makkelijk, Laura. Maar wel leuk dat het is. Makkelijk, mama. Ik heb echt. Drinken is makkelijk, Sven. Jullie heeft ook een leuk avond. Goedemorgen, allemaal. Dat is gemeen. Daar zijn we, hoor. Echt lelijk haar. Nou, we gaan boarden volgens mij. Maar ik weet niet of we echt weggaan. Maar dit wordt een hele lange dag. Omdat het zoveel storm is in Nederland, hebben we dus echt zieke vertraging. Waar gaan we heen? Oh, ik heb echt een pep talk nodig. Ja, ik ook eigenlijk. Ik ben kapot. Ja. Ja, we zijn dus hier, maar je ziet het niet, want het lichtje. Ja, die doet het niet. Je wilde heftig make-upje, hè? Hoorde ik al. En is het heftig? Zo, super. Ze zijn net begonnen. Iedereen zit even aan tafel, ze hebben een puinhoop. Je zal hier gaan zitten. Deze extra stoel. Ja, zij gaat er echt vergeten. Ik kan ook eens later aan de tafel zitten, zodat je zo veel moet werken.
Nou, ik krijg een microfoontje, jongens. Oftewel, moet ik misschien wel wat zeggen. Een beetje mijn stem verloren. Ja, is dat zo? Ja, een beetje verloren. Ja. Met aanmoedigen. Ja, dat zal natuurlijk wel, ja. Vreselijk. Oké, wie ben jij? Sinds wanneer heb jij... Ik ben een heel ander mens. Zo. Ja, je hebt ineens krullen. Ja. Nu zie je echt dat je lang haar hebt trouwens. Ja. Wow. Het is echt mooi, man. Hier zijn Lucia de Wind en Nadine Visser. Kun jij dat papiertje verrecht trekken? Nou jongens, ik weet niet hoeveel Laura heeft green screen, ja niks. Hoezo niet? Je zou vloggen. Ja, wel wat, maar niet veel. Sorry. We waren bij Pack Talk, ik en Laura aangekomen. Michonne was zo Pack Talk. En Laura was in het publiek naar mijn koop en Pack Talk. En ik stond. Maar even één ding, ze lieten onze karaoke sessie zien. Die was ik gewoon überhaupt helemaal vergeten. Wat is je man? Echt, we zetten soms echt verkeerde dingen online. Want nu besef ik me elke keer. Elke keer denk ik, waarom zetten we dit ook in die vlog? Want het is fucking gênant. Altijd komen de verkeerde stukjes worden gebruikt op NOS, hier, overal. Ja, NOS. Maakt niet uit, het was hartstikke leuk. Ik heb weer 10.000 blunders gemaakt. Het begon al bij naar de verkeerde stoel lopen. Nee. Jawel. Dat was de eerste. En de tweede keer zei ze, wanneer vloggen jullie terug? Ja, gisteren. We moeten het. Laten we ophouden, het was een lang weekend. Maar ik ga nu echt naar de wc, want ik moet al dus een uur. Ja, ik ook. Hoi, we zijn weer thuis. En kijk wat ik vanmorgen heb gekregen. Heeft iemand al een stukje van gegeten? Ik denk dat dat Sven was die één stuk nam. Of misschien Ilse. Dit is mijn bronzen taart. En die ga ik nu als ontbijt eten. Bedankt Remco en Sanne. Dit spookje gaat jullie verlaten. Jeetje, het zie ik er zo goed uit. Mijn stem is ook top. Maar het was een leuk weekend. Volgens mij hoef ik daar niet meer over te zeggen. Dus bedankt voor het kijken. Ik weet niet wanneer we de volgende vlog zullen gaan doen. Ik denk dat het een trainingstage vlog wordt. En dan zullen we jullie de rest van de plannen van het seizoen vertellen. Dus tot dan! Wil je nog even zwaaien? Heel erg bedankt. Nou,